Yo, beste koetjes. Welkom bij de laatste fase van Spoor. Even zien hoe lang we erover gedaan hebben om deze planeet aan onze macht te krijgen. We begonnen hier en we eindigden hier. We hebben dus een paar duizend jaar erover gedaan om deze hele planeet te veroveren. Het voelde maar als 20 minuten of zo. Maar ja, wie ben ik die eraan twijfelt of het werkelijk waar zo is. We gaan dus naar de laatste fase. Ik heb ook een mensket geïnstalleerd, namelijk deze. Ja, deze. Dat is spoorruimteavontuur. Daar kunnen we nog wat leuks extra's doen. Ik hoorde... Oh, is wel geluid. Ik dacht even dat ik het geluid helemaal uitzet. Maar dat is niet het geval vandaag. We moeten dus nu weer even een ruimteschepje gaan creëren. Je kan het even skippen. Als je dit niet wilt zien. Hoe ik stuff creëer. Maar ik doe het toch maar gewoon. We kunnen ook even een standaard ruimteschepje. Ik ga even kijken welke ruimteschepen ik ooit gebouwd heb. De Constable Neveldanser. We nemen gewoon deze, joh. Heb ik deze ooit een keer gemaakt? Wat, deze is niet verkeerd. We nemen deze gewoon, joh. Ik ben gewoon eens te lui om een ruimteschip zelf te bouwen. Net als bij de vorige fase heb ik ook gewoon alles gewoon een beetje gedaan. Zoals ik het niet wou. Waar ik eigenlijk wel toe wil gaan is. Ik heb gewoon een beetje van die standaard dingen gekozen. En zo. Laten we eens innoveren van Celta tegen Galactische Ruimtereiziger in 1 uur. Is het binnen 1 uur of zo? Of binnen 1 dag? Ik weet niet wat ze willen zeggen. Krijgspartie, speel als krijger. Ja, we gaan nu dus de ruimtefase in en dan ben ik dus een krijger, tussen haakjes. Omdat wij dus alles heel agressief benaderd hebben. Gewoon vanaf de celfase al tot deze fase hebben we gewoon alles wat in de weg stond hebben vernietigd en gedood en verwoest. Dat deed pijn, auw. Gelanceerd, je hebt een ruimteschip ontworpen dat door de ruimte kon vliegen. Meestal is dat het doel van de ruimteschip. Wacht even, ik moet even wat... Ik ben aan het opnemen. Zo, dat moest ik even Ryan vertellen. Geef je kapitein een naam. Wat hebben we voor leuke namen? Anateru. Oké, doen we die gewoon. Welkom bij de hoogtepunt van het bestaan. De laatste grens, het wilste wilde westen, de ruimte. Je bestuurt het schip en vanuit deze positie leid je de rest van de planeet vaste beschaving tot eigenlijk langs je rijk. Laten we eens kijken of je vooruitgang boekt. Deze balk geeft je vooruitgang wat betreft je badges die je verdient. Evenals je afstand middelpunt van het melkwegstelsel. Dat is het doel in deze. Dus helemaal naar het middelpunt van het melkwegstelsel gaan komen. Maar ik weet niet of ik dat ga bereiken en of ik daar zin in heb. Want ik weet niet zeker of ik dit kan uitspelen. Voor mij is het doel toch wel om naar de binnenkant van de ruimtestelsel te komen. Dat is gewoon een beetje waar de tijd in het echt in theorie slomen gaat. Dat is natuurkundig zo bedacht. Omdat daar zwaartekracht heel anders is en zo. Ik zie trouwens dat mijn facecam redelijk groot is. Dus ik ga hem even kleiner maken. Zo heb je wat meer beeld om te kijken. Wat moeten we gaan doen? We moeten even praten met onze goede vriend hier. Gefeliciteerd je cadet, je car is echt top. Ik zou het niet echt een car noemen. Dit is best wel een high-tech 5 miljoen, 7 miljoen, wat is het, spoordollar kostende ruimteschip. Maar goed. We voegen nog een stel nieuw spullen toe in een ruimteschip, maar het zou nooit no time klaar moeten zijn. Heb je ooit in een ruimteschip gevlogen? Nee, nou, ja, een betere testvlucht is er niet. De voltaal populatie koedraak van de planeet Koeienstal, kijk toe. Wat zeg je ervan? Ben je klaar om kapitein te verdienen? Ik weet hoe bevel mijn ruimteschip moet voeren, dit is bekend terrein. Als je vindt dat je het uit zojuist hout gesneden bent. Het juiste hout bent gesneden. Oké, een beetje raar zinspeling. We hebben je ruimteschip uitgerust met alle spullen die je nodig hebt om een ruimteverkenningsprogramma op te starten. Ben je bereid op de planeet te verlaten? Ja, ik weet het doel, ben je het schip gered voor uit te reizen. In dat geval staan we hier, ja, spandexpak. Is dat een soort rubber spandex? In dat geval laat ook maar zitten. Dan hoeven we niet spandexpakken aan. Dat is niet zo strak spak is. Dat hoeven we niet hoor. Gefeliciteerd, je hebt de badge en de titel kapitein gekregen. Je knopt mijn verzameling geeft toegang tot je missie logboek, badgeverzameling, gereedschapverzameling en verzameling zeldzame spullen. Awesome. Moet er eens nieuwe titels vrijspelen, gereedschap. Ja, ik begrijp het al. Dit kunnen we wat dingetjes kunnen laten vrijspelen, wapens. Eentje is gigantisch leuk, deze kunnen we natuurlijk kopen. Kleine potroket, dit kan worden gekocht, zoetra rijk dit verkocht. Ik weet of je er tussen staat, maar dat, ja, dat planeetvoorster, die is zo leuk, die wil ik echt een keer gaan kopen. Die heb ik nog nooit in mijn leven, in mijn hele sportcarrière heb ik die ooit gekocht. Maar ik wil hem zo graag hebben, dan kan je een planeet in één keer gewoon boom, helemaal voorsten. Dat is leuk, dat moeten we even een keer hebben, wat is deze? Instellaire aandrijving, met de elementaire instellaire aandrijving kun je zonnestel vanzelf laten. Die moeten we kopen, oké. Kan worden gekocht, zoek een rijk dat dit verkoopt, SETI, dat is dus... Detecteert automatisch intelligent leven in andere stelsels. Zoek de radiolijnen. Oké, dit is dus helftverbetering. Dit is grote vachtruim. Wormgat sleutel. Maakt mogelijk veilig om zwart gat te vliegen. Nice. Oké, planeetkleur hebben we nog niet veel. Hier wel kunnen we de planeet aanpassen. Dat is ook wel grappig. Ik vind het toch wel even een grappige fase. Ik dacht dat het een beetje kut was, maar hij is wel grappig om deze. Omdat je heel veel planetaire en intergalactische dingen kan doen. Dat is wel grappig. Kolonisatie. Wat is deze?
Colony Incredi Pack. Hiermee plaats je kolonie op een planeet. Ja, dat claimen dus een planeet. Ubergeschutskoepel, die is ook nice. Geluksbooster, biostabilisator, hoofdgereedschap. Wat is deze? Scanner, radar, verkenningshologram, planeetscanner. Wat kunnen we hiermee? Zullen we nog een planeet op van de buiten kijken? Oh, dan kunnen we de planeet op vak lopen. Oké, dus niet sociale omgang. Op een stamverschuivingsplaneet plaats om de soorten planeet op te beuren. Een monolith. Oké, nice. Wildreservaat. Allemaal leuke dingetjes. We gaan even kijken wat we doen. Gebruik muisveldje om we gaan naar het Celsen. Oké, vlieg naar het planeet Kalinia. Dat is onze huidige opdracht. Waar is Kalinia? Het is Oceanicus. Het is trouwens heel belangrijk dit. Dat rode spul. Dat is, of oranje, ik weet niet of jullie het zien. Dat is specerijen. Dat kunnen wij opbeamen naar een schip en dan doorverkopen. Aan dat planeet. Dit is een gasthuis. Kunnen we nog niet naartoe. Maar kan je er überhaupt niet naartoe? Voor mij geeft ze ook een waarschuwing als je er naartoe vliegt. Kijk als ik ga inzoomen. Je kunt niet bij gasthuizen in de buurt komen, die zijn te gevaarlijk. Dat is inderdaad waar, gasthuizen zijn gigantisch gevaarlijk, ook in real life. Saturnus is volgens mij eentje van. Dit is Vaten, dat is ook een nieuw specifieke planeet, dat is geel, dat is een komeet. Dat is ook een komeet, die gaan waarschijnlijk op de zon af, hoe heet onze zon? Putus 2, waarom hebben we hem Putus 2 genoemd? Dat vind ik een beetje een raar naam. Maar ik trouwens wel wat opnemen, dat ik niet aan het preview ben, want het loopt best wel soepel. En dat vind ik een beetje raar, want normaal loopt hij een beetje houterig sporen als ik aan het spelen ben. Maar ja, dat is ook gewoon een beetje iets hoor. Wat zie je aan de hand? Er is iets te zien op de radar van het ruimteschip. Oké, nice. Intergalactische boobies of zo? Dat niet. Oh, hier gestort vliegtuig. Ruimteschip, ook goed. Wat voor leuks hebben we hier? Het is een neergestort ruimteschip en het zendt een vreemd signaal uit. Vlieg er naartoe en gebruik de scanner om een plek te onderzoeken. Nou, dat gaan we dan zeker doen, joh. Deze planeet is wel een beetje leeg. Op wat zeeën en rivieren na is hier niet zoveel. Oké, dat is dus de straal waar we naartoe moeten. Awesome, awesome. Ga even kijken wat daar voor leukste te vinden is. Hier zo. Moet even de scanner zien te pakken. Deze staat hier ergens. Scanner! Ja, je relatief gereedschap schijnt in het portret van het ruimteschip. Scanner dus. Moet even scannen en dan krijgen we leuke informatie binnen. Inderdaad. Nou, het ligt een beetje stel dode bemanningsleden. We kunnen trouwens nog mijn gastje aanpassen. Mijn ruimtekapitein. Dat kunnen we zo meteen doen als we weer een beetje op onze eigen planeet zijn. Bart Aatsen, maar geteken van leven. Het lijkt alsof een soort kryptische plantengrond heeft getekend voor stierven. Wacht, het wrak heet een transferstraal. In werking gesteld. Er komen dingen aan boord. Oké, hopelijk geen aliens. Die mij uit gaan moorden. Dat zou ik een beetje minder vinden als dat zou gebeuren. Eens kijken. Is dat zo? Raketten en interstellaire aandrijving die de coördinaten van onbekende ster schijnen te hebben ingeprogrammeerd. De schade aan het wrak lijkt veroorzaakt zijn door gevecht. Het ruimteschip moet door een ander planeet gestuurd zijn om hulp te halen. Oké, dan gaan we dus naar ons volgende planeetje. We gaan eens even terug naar de thuisbasis om eventjes, waar is dat? Waar is onze thuisplaneet? Hier, kijk, Koedraak, mooi. We moeten het stormen zelfs verlaten, maar daar ga ik even toe. Kijk, ons planeet heeft trouwens ook. Oh, kijk, ik krijg automatisch specerijen, rode specerij. Staat er nog een beschrijving bij? Ik dacht van wel. Ik dacht dat hoort bij ons staan. Hebben we in het vrachtruim of zo, om even verzamelingen? Iets of zo. Gaan we het nog doen of zit dat? Waarom doen we het niet? Loopt hij vast of zo opeens? Nee, dat is gelukkig niet. Oké, we gaan even terug naar onze eigen planeet in een van onze steden. Tinus, Tulus, oké. Awesome. En weet je wat ik al slim gedaan heb hier? Dus gewoon deze steden al een beetje volgebouwd met geschutkoepels en specerijdingen en zo, fabrieken. Want als je dat in deze fase wilt gaan doen, dat is best wel redelijk duur. Dus dat gaan we niet doen. We gaan dit even mijn gastje aanpassen, hoe ons de huidige mode. Want nu kunnen we space dingen. Space! Ja, daar dus. Hier zit mijn raam en dan wijs ik naar buiten. Daar zijn de sterren. Oké, we hebben dus nieuwe hoedjes. We hebben kapitein Graanschuur en Joost Verlichter en zo. Nou ja, deze steampunk hoed gaan we even eraf doen. Even eraf pleuren. Kom op, dude. Kom op. Is het zo moeilijk om shit te verkopen? Ik dacht het wel. Ik kan ook gewoon deze opdoen. C-elfje. Meh. Ik heb nog wel even deze ubergaaf pet op. Hey, kijk, hij past precies. Precies zijn oog is zo. Kunnen we groter maken of zie je dat ziet er raar uit. We houden hem gewoon wel zo. Wat hoger. Oh, kijk. Zoals net een hoog hoed. Ja, het lijkt het zo'n hoe heet het hoed? Van de Marseillais. Oké. Nieuwe maskers. Oh, gasmasker. Maangassensor. Komeetspotter en oorstraalmasker. Kunnen we die zo doen? Ziet er een beetje raar uit zo. Maar dat wel grappig. We gaan het zo doen. Gewoon als oogkleppen. Nee, dat ziet er raar uit. Laten we dat maar niet doen. Borstbeschermer. Is dat borstplaat of zo? Borst. Ja. Radiopanzer. Inconel. Panzer. Oh kijk. Ook raketten. Die kunnen we mooi op de rug doen. Die gaan niet echt wat doen. Maar het ziet er gewoon geinig uit. Dit is allemaal decoratief natuurlijk. Want het heeft helemaal geen nut momenteel. Momenteel nog niet. Het zou ook geen nut krijgen. Maar ja. Dit ziet er gewoon grappig uit. Een beetje ruimteachtig stuff. Vinden mensen leuk om naar te kijken. Mijn burgers vooral. Kunnen we deze even groter maken nog? Of hoe zit dat? Even, dit kunnen we doen. Kijk eens aan. En dan kunnen we zo veel krommer. Ja. Awesome, awesome. Dat gaat er al redelijk uitzien. Oeh, kijk, luchtpropeller. We hebben zelfs nog eens fucking vleugels. Awesome. Awesome. Gaan we even hier naar draaien. Deze aflevering denk ik veel customization. Of ja, tot nu toe valt het redelijk mee. Dit is denk ik de laatste customization die ik tijdelijk ga doen.
En ja, als we volgende planeet veroverd hebben, dan gaan we wel verder met customization, weet ik veel wat. Dan moeten we weer, hoe heet het, gaan plaatsen. Nieuwe huizen en fabrieken en zo. En dat is aardig duur. Omdat je nu gewoon, je bent geen planeet die gewoon verdient, maar je moet dus gewoon met de hele ruimte gaan handelen. Met alle andere planeten en andere soorten. Wat is dit? Tinkerticker. Oké, die gaan we mooi hierop zetten. Oh, dit ziet best wel epic uit. Dan gaan we deze kleiner maken. Wat is dit? Kuifbeer. Kunnen we deze monteren? Dat niet. We dragen trouwens nog steeds allemaal broeken die we in de ruimte, of hoe heet het, fase ook gebruikt hadden. Dat wil ik even niet. Oogbout. Oh, deze zijn wel awesome. Allemaal awesome shit in de ruimtefase. Nog een leuke pruik of zo? Nee. Goudhaartje. Nee, zo best. We gaan even andere broek aantrekken, want dit ziet er toch wel redelijk raar uit. Of we doen dit gewoon weg, joh. Maakt het uit. Dan zie je onze uien maar. Maar dit ziet zo raar uit met dat buikpantser dan. Moet even een beter buikpantser. Ik denk dat we gewoon wel deze weer gaan doen of zo. De kolonel slaggoedje. Die we ook in de vorige fase al gebruikt hebben, omdat die gewoon heel epic was. En het lijkt op een kogel FS. En wij zijn natuurlijk een beetje militair ingesteld en moordlustig en sadistisch en weet ik veel wat. Allemaal leuker. Allemaal leukheid. Als jullie afvragen, als je naar mijn fans kijkt, waarom ik heel veel aan mijn neus zit. Hij jeukt als een gek momenteel. Ik weet ook niet waardoor het komt. Ik denk misschien een beetje spannendheid of zo. Van, we betrainen een nieuwe fase, een nieuw tijdperk breekt aan. Historische nieuwe dingen. En ik vind het heel grappig dat een beetje alle Maxis games, die weet al van SimCity en Sims en zo, zie je gewoon uit andere games terug. Want bijvoorbeeld in SimCity, als ik nog zo'n winkel heb staan in SimCity, staat er een dikke dingetje voor wat je ook in Spoor tegenkomt. En dat vind ik wel grappig, dat ze dat gewoon zo gedacht hebben. Van ja, laten we de game crossovers maken. Maar als het natuurlijk van dezelfde Max is, is het natuurlijk wel logisch. Oké, hoe is dit eruit? Nou, het ziet er redelijk raar uit. Laten we hem even wat kleiner maken, zo. We doen gewoon nog eentje aan de zijkant. Of hier, kijk, kunnen we deze een beetje aan de zijkant doen. Of hoe ziet dat eruit? Nee, het ziet er wel redelijk raar uit, denk ik. Of wel? Nee, dit gaat nog wel. Dit gaat nog redelijk. Even wat groter maken. Even weer naar achter doen. Kijk eens aan. Radiopanzer. Nou, gewoon hierop. Kubo Cubano schijf. Oké dan. Dat is toch een redelijk interessante naam voor iets wat raar is. Oh, kijk. Nou, deze staat wel redelijk klaar. Misschien nog even op de achterkant even wat bescherming. Even iets een staartbescherming of zo. Ja, kijk zo. Grappig. Nee, dit staat. Ik vind het wel best zo. Laten we dit doen. Zo, we zijn nu klaar voor de ruimte. Beam us up, Spock, zoals in Star Trek zouden zeggen. Qua Starcraft zeggen, dat klinkt als een soort kruisje tussen Starbound en Minecraft. Maar dat gaan we niet doen. Wat is hier? Hey, we hebben één diersoort hier die we niet gescand hebben. Oh, dat zijn planten. Oké, laten we deze even gaan zoeken. De laatste herbivore op ons planeet, die we nog niet ontdekt hebben. Of kunnen we die zo niet vinden? Blijkbaar niet. Wat voor mutated mammoth. Helemaal leuke dieren hier allemaal staan. Ons planeet. Maar we gaan dus nu onze zonnestelsel verlaten en gaan vervolgens naar onze opdracht. Is het onze maan trouwens? Schort van, denk ik. Is niet echt een levenloze maan, of wel? Ik ga even deze scannen. Alhoewel, er zit gigantisch veel water op. Het zou wat handig zijn als onze real life maan, zoals wij die noemen, onze maan, vol met water zitten. Dan zouden we er op zich wel gewoon een basis kunnen planten. En verder gaan naar Mars. Ik hoop echt dat ik nog in mijn leven ooit tegen kan of aliens tegenkomen. Ja, dat zou wel nice zijn. Of een ruimtereis naar Mars zou kunnen hebben. Je kan ook wel meedoen aan een ruimtereis naar Mars, maar dat is eenmalig. En dat is niet zo fijn. Kijk, dit zijn alle andere sterren momenteel. Even kijken tot hoeveel ik kan uitzoomen. Kijk, wat is dat? Dat is een wolksterrenstof volgens mij. Wat dus het doel is, ik weet niet of ik het zo kan laten zien. Is dus hier terecht te komen. Helemaal hier in het midden. Maar zoals je ziet, hier hebben we batterij en health. En als we dus onze motor upgraden, kunnen we waarschijnlijk ooit op de duur hier naartoe. Maar dan moeten we hele kolonies bouwen en zo. Dus dat duurt nog wel even en dat gaan we dus nog langer na niet doen. Nou, dat is onze thuisplaneet of zo, dacht ik. Wat is aan de hand? Het zet je op raad frames in een cellen. Ga vliegen hier naartoe. Nee, dit is ons doel toch? Ja, waarom moeten we hier naartoe? Dat is onze eigen planeet toch? Waar moeten we naartoe? Vliegen naar de planeet Mounts in het Milea-stelsel. Oh, is dit Milea? Nee, dit is Malaya toch? Ja, dit is Malaya. Wat doen we nou daar? Waarom vliegen we telkens heen en weer? Dan wijst je me de verkeerde kant op. Oh, ik heb denk ik gewoon IO7 of zo. Mounts? We moesten naar Mounts. Oké, hier zitten dus. Dit is dus een beetje een planeet in de. Hoe heet het? Fase. Die beestenfase, dat is het. Oké, wat gaan we zoeken? Er is iets zien op de radar van het ruimteschip. Oh, stad. Die is een beetje kapot. Gaan we even kijken wat hier aan de hand was. Wat gebeurd is. Misschien is hij door de spoot, heet voor mij. Of de spoot of de. Grox. Misschien door de Grox vernietigd. Als jullie herinneren wie de Grox zijn, dat is, die hebben ons planeet ook al een keer bezocht. Het zijn een soort robotachtige ruimtewezens die gewoon iedereen willen vernietigen. Dus onze taak is momenteel om dit te scannen. Laten we dat dan ook doen. De scan is niets gebleken, maar het lijkt wel een reactie teweeg. De activiteit zichtbaar op het planeet. Nou worden ze aangevallen, dat weet ik nu al zeker, want dit is een beetje de oefenmissie. En wat worden we aangevallen? Geen idee. Scan heeft die verdediging van. Ja. Waarschuwing, Grox en desilleerd. Ja, ze zijn dus een Grox vernietigd, deze planeet. Kleine proton-raket. Kunnen we afschieten.
Waar is, zijn die motherfuckers dan? Wat zijn die verdedigers? Kijk, zoals je ziet, dat is een beetje een duidelijk aanschip, maar dat heb ik al eerder verteld. Dat is vanwege het feit dat ik het Abrams-cat, ruimteavonturen heb. En in dat Abrams-cat kan je dus, zoals het al zegt, ruimteavonturen maken. En daarvoor moet je props maken, dus een beetje een omgeving aankleden en zo. En dat hebben dus mensen ook gewoon gedaan met gebouwen en ruimteschepen en zo. Dus dan kom je nog wel eens rare gebouwen en ruimteschepen tegen. Kom je bijvoorbeeld een trap of een ladder tegen of zoiets dergelijks. Wat gewoon een burgemeestershuis is of zo. Gewoon een woonhuis of een fabriekje. En dat is dus gebruikt in avonturenmodussen voor props. We gaan nog wel eens wel dat tegenkomen van de avonturen. Daarom heb ik ook de Abrams-cat geïnstalleerd, zodat het even wat leuker wordt deze fase. Wat moesten we doen? Keer terug in de thuiswereld. Missie geslaagd. We wisten dat we niet alleen waren in het melkwegstelsel. Sporen vanuit de surfer, beschrijving van de veiligheidsdar en de groks. Het is duidelijk dat we daar moeten door moeten gaan met het verkennen van het melkwegstelsel. En ze moeten voorbereiden op vijandige acties. Hupplepup. Ja, oké. Okay. Oei, oké. Okay. Ovestige kolonie. Oké, okay, nog één ding. Repareren. Gratis. Dat is mooi aan kolonies en planeten die je hebt. Kunnen ze gewoon gratis repareren en brandstof bij doen en zo. Of elektriciteit bij doen. Oké, okay, we moeten dus nu naar een volgend stelsel gaan en daar een planeet vestigen, overnemen, koloniseren, als je het wil hebben. Dan moeten we hier dus naartoe. Oké. Hopelijk is het een beetje een goede planeet met goede specerijen, niet gewoon een lege dorpplaneet. Hoop ik zeker dat het zo is. Oké, wat gaan ze ons nu vertellen? Heel veel kometjes zie ik vliegen. Awesome. Dit is, wat is dat, dat stof wat daar vliegt? Is het sterrenstof of zo? Geen idee. Planeten in de groene banen zijn de fouten terraformen. Terraformen, voor degene die niet weet wat dat betekent, is dat je dus de ecosysteem van een planeet gaat veranderen. Een beetje de temperatuur aanpassen, plantje daar, plantje hier. Dat soort shit. En welke moeten we koloniseren momenteel? Hega. Mooi, het is er eentje met specerijen. Je hebt ook eens van die opdrachten dat je echt van die kutplaneten moet terraformen. Die, ja, hoe zou ik het zeggen? Ik weet niet. Die geen specerijen hebben, dat is het. Gebruik kolonie gezet om een kolonie te plaatsen. Dit is een beetje een vervelende kolonie, want zo het zien groeit hier niet zoveel. Dus dan moeten we stel planten erop gooien en temperatuur verhogen en zo. Maar het zijn allemaal gereedschappen die we laten vrijspelen. Waar zullen we eens plaatsen op deze planeet? Ik denk even tussen hier of zo. Ja, hier. Hier zit aardig wat specerijmijnen. Gooien we daar neer. Dat zijn deze dingen. Kijk eens aan. Hoppakee. Hoppakee. Stijl. Ik komt een mooie ruimteschild omheen. Zodat ze niet doodgaan door de gassen die hier rondwalen. En daar is ook meteen ons gemeentehuis geplaatst. En onze dominantie uit op deze planeet. Gefeliciteerd, je hebt bereik uitgebreid. Productiviteit is elke kolonie afhankelijk van haar omvang. Deze wordt beperkt door de terrascore van je planeet. Investeer in terraforming en voeg kolonies en gebouwen toe om extra omhoogste beloning te oogsten. Oké, laten we even communiceren met deze. Groet kapitein, je kolonie op de planeet Hega is in bedrijf. Het is genoeg om rechtstreeks mee te praten. Gefeliciteerd, kolonie van Hega, maar ons rijk blijft groeien. Ja, je moet dus wel op kolonies kosten dat bijscherpen. Of opladen. Kost wat duurder. Verkopen. Laten we gewoon even de hele mikmak verkopen. Aan onze eigen kolonie. Dat is best wel afzetterij. Maar we hebben geld. Zoals jullie zien, regent het een meteorieten. Dus het is nog niet echt veilig om hier naar buiten te gaan. Het is niet zo veilig om hier je hond uit te laten en zo. Kunnen we trouwens onze eigen dudes oppikken? Gewoon om eens een ruitschip mee te nemen? Ja hoor, dat kunnen we. Nou, we hebben een burger. Laten we maar even terugzetten. Dat vond hij vast niet zo leuk. Oké, wat hebben we hier? Terrascore te laag. Hoe kunnen we die sterrenscore verbeteren? Dat is even de vraag. Terrascore is 0. Er is een overzichtje voor, dat weet ik zeker. Wat is dit? Ja, terrascore hier. Hier is het momenteel terrascore. Dat rode puntje hier, ik weet niet of jullie dat heel goed kunnen zien. Dat kunnen jullie inderdaad zien. Dat zie ik op mijn opnameapparatuur. Dat moeten we dus verbeteren. Dan kunnen in totaal 3 kolonies kunnen hier zich vestigen. 3 van deze steden. En momenteel hebben we er eentje, maar we moeten dus de terrascore verbeteren. En dan moeten we dus en wat bevolkter maken. Dichter atmosfeer krijgen, zodat er geen meteorieten meer vallen. Wat gebeurt er nu momenteel? En er eigenlijk geen deeltjes en stoffen verdwijnen, want er is gewoon geen atmosfeer. En het liefst ook nog de temperatuur wat kouder, warmer maken. Zodat we hier tot T3 kunnen. Hebben we gewoon een goede superplaneet. Met een slag uit thuiswereld om al lof te ontvangen. Tuurlijk wil ik alle lof ontvangen. Dat moeten we zeker hebben. Dus in de groene baan zijn ze makkelijk te terraformen. Oké, deze planeet is dus redelijk goed te terraformen. Deze is wat moeilijker en deze weet ik niet. Ik weet niet wat blauw betekent, maar als dingen dichter bij de zon zijn, dan zijn ze over het algemeen wat warmer. Alhoewel, in real life is dat niet zo. Ik weet niet welke planeet. Oh kijk, deze heeft een roze specerij. Ik weet niet welke specerij het duurst is. Maar alle specerijen zijn wel duurder. Ze hebben ook allemaal speciale kenmerken en zo. Kijk, specerij bijgekregen. Je hebt specerijen verzameld. Want specerijen zijn zeer waardevol. Verzamel ze en in wanneer je kolonies en op je thuiswereld bent. Oké, awesome. Laten we even kijken. Opnieuw uitstekend gedaan, kapitein. Als ik zo ooit het melkwegstelsel domineren. Ik hoop dat het zo is.
Niet dat we vernietigd worden per kolonie en als een soort uitgeroeid worden. Dat zou een beetje minder zijn, dat moeten we niet hebben. We rekenen erop dat je deze kolonie regelmatig zoekt om een geproduceerde specerij op te halen. Momenteel produceren ze nog geen specerijen, by the way, wil ik even zeggen. Omdat natuurlijk de atmosfeer helemaal niks voorstelt. Dus moeten we daar later op terugkomen. Onze wetenschappers doen onderzoek naar nieuwe technologie om de terrascores van de planeet te verbeteren. Waarmee op een dag de omstandigheden op onze nieuwe planeet worden verbeterd. In de tussentijd hebben we dringende zaken afgevallen. Ben je klaar om door te gaan? Ik doe mee. Moeten er dus nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe soorten. Begrepen, dag. Maar ik wil de aflevering laten beëindigen. Dat kan ik zeer persoonlijk doen, om te laten eindigen. Dus we gaan even kijken naar deze aflevering van Spoor, ruimteavonturen. Ik weet nog niet of ik het nou Spoor ruimteavonturen genoemd of Spoor. Ik denk dat ik gewoon Spoor hou. Dat veroorzaakt geen verwarring bij jullie. Alhoewel, dus nu toch, jullie hebben toch een hele video gekeken, dus dat maakt het uit. Dus bedankt voor het kijken, laat een duimpje en fractie achter en abonneer als je het nog niet had gedaan. En als je dit leuk vond, dat zou ik zeer op prijs stellen. Dus bedankt, dit is al de derde keer dat ik zeg. Bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer. Later.